Dank u wel, voorzitter. Op 2 mei 2015 hebben Aruba en Nederland een overeenkomst getekend om te komen tot het beheersbaar maken van de financiële chaos op Aruba. Dat had de basis kunnen zijn voor verbetering. In dat akkoord staat onder andere bij besluit nummer 3, en ik citeer: in de begroting 2015 zullen de aanbevelingen van het College Financieel Toezicht, het CFT, zoals neergelegd in een reactie van 29 december 2014, worden vertaald naar concrete en deugdelijk onderbouwde maatregelen die tijdig in het lopende jaar kunnen worden geïmplementeerd. Einde citaat. Op 8 mei stuurt de voorzitter van de Staten van Aruba, mevrouw López Tromp, een brief aan de regering waarin zij om opheldering vraagt, omdat de Staten op voorhand niet de overeenstemming zien tussen de tekst van de brief van de regering en het akkoord van 2 mei. Voorzitter, moeten alle alarmbellen afgaan. Het antwoord van de minister van Financiën van Aruba is nog veel zorgelijker. Ten aanzien van de aanbeveling in zaken overheidsinkomsten ziet de regering van Aruba, en ook daar citeer ik weer, geen reden om in dit stadium substantiële wijzigingen in onderhavige landsverordeningen aan te brengen. Einde citaat. Voorzitter, ik kom dan tot de volgende vraag. Welk verdrag heeft deze minister met Aruba ondertekend en welke waarde hebben die afspraken? Wist de minister dat de regering van Aruba niet van plan was en is om de aanbevelingen van het CFT met betrekking tot de begroting 2015 van Aruba, zeker ingaande de inkomstenkant, over te nemen? En welke ruimte heeft de regering van Aruba om een eigen interpretatie te geven aan de afspraken die in dit akkoord gemaakt zijn? Ik geef het woord aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gaat gang. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Laat ik allereerst zeggen dat ik heel blij ben dat we op 2 mei tot goede afspraken met de regering van Aruba hebben kunnen komen. Binnen de afspraken gericht op een tijdelijk begrotingstoezicht om te zorgen dat de financiën van Aruba in balans worden gebracht. In de brief die minister van Financiën Bermudes heeft gestuurd aan de Staten van 8 mei zegt hij, en ik ben ook blij dat te lezen: de regering bewaakt de begrotingsuitvoering nauwlettend ten einde een financieringstekort van min 3,7% BBP te realiseren in 2015 conform de meerjarenraming. En de regering zal onverwijld de noodzakelijke correctieve acties ondernemen mocht op zeker moment blijken dat er structurele afwijkingen dreigen op te treden ten opzichte van de meerjarenraming. Er zou natuurlijk kunnen zijn dat je zegt dat is een mooi voornemen, maar wordt dat ook vervolgens uitgevoerd? Nou, daarom is het zo goed dat we die afspraken hebben gemaakt. Er komt nu een CAFT, dat als de begroting is vastgesteld aan zet is om te toetsen of men denkt dat die begroting afdoende is en kan daar de regering van Aruba en zo nodig ook de Rijksministerraad over adviseren dat dat niet zo is. Maar daarboven kan het CAFT ook bijvoorbeeld de eerste kwartaalsreportage over het nu lopende jaar 2015 erbij pakken. En als dan gesignaleerd wordt dat de uitvoering, de realisatie van de begroting achterblijft bij de plannen, kan men ook op basis daarvan advies geven en zeggen dat er additionele maatregelen genomen moeten worden. Dus ik denk dat we een sluitend stelsel hebben vastgesteld om te zorgen dat de minister van Financiën van Aruba dat extra steuntje in de rug krijgt om de begroting in balans te brengen.